een makreel negen. Nou, hoe herken je een makreel? Het staat op de verpakking, maar stel dat je bij een visboer bent of op een markt waar alles los ligt. Je herkent het aan de gouden kleur en aan de strepen op het vel. Nou, je kunt een makreel krijgen in zijn geheel, dus dan zitten kop en de staart nog aan. Je kunt ook makreel filet krijgen en filet betekent niks anders dan dat de botjes en zo eraf voor je uit zijn gehaald. Over het algemeen is dat natuurlijk makkelijker. Maar in het kader van leren heb ik nu een hele makreel meegenomen. Want we willen natuurlijk ook leren hoe je dat kan doen. Nou, ik leg hem even anders op. Je begint met het afhalen van het vel. Nou, als je grote makreel hebt, dan zie je aan de onderkant zo'n snee. De darmen en zo, die zijn er al uitgehaald. En er zijn vast betere manieren om dit te doen. Maar ik begin altijd met het vel eraf te halen. Dat kun je zo los trekken. En je hebt verschillende soorten van grote makreel. Koud gerookt, warm gerookt. Soms moet je even friemelen met je vingers. De staart breekt er meteen al af. Soms zit hier nog een stukje schraap, dus dat moet je even los trekken. En ik doe alles met mijn handen, want dan kan ik het ook meteen voelen. Hier zit een stukje vis. Dat gooi ik alvast in de bak. Dit gooi je weg. Soms zit daar nog een stukje vis, dan kun je dat eraf halen. Dan haal je hem heel voorzichtig van elkaar af. En dat doe je gewoon door te duwen en dan valt hij vanzelf al uit elkaar, omdat deze helft al gesneden is. Nou, stukjes vis die meteen voelbaar zijn, haal je eraf. Kijk wel goed uit dat je goed voelt of graadjes in zitten. En daarom doe ik het met mijn vingers, want dan kun je het goed voelen. Hier zie je de graad. En als je dat voorzichtig doet, kun je die er in één keer uithalen. En dan zie je al dat hier wat graden missen. Dus die zitten nog hier, dan moet je dus goed op letten. Ik begin gewoon bij de achterkant. En dan haal ik het uit elkaar. En die graadjes kunnen heel fijn zijn, dus voel goed. Je kunt er eventueel nog een keer door de helft halen. Aan die bovenkant zitten meestal niet heel veel graden meer. Als je eenmaal deze... dit er goed uit hebt gehaald, dan vind je aan de bovenkant niet heel veel graten meer. Je ziet hier, kun je ze heel duidelijk zien zitten, dat zijn de graten die afgebroken zijn toen de ruggengraat eruit ging. Nou, en als je je deze moeite wil besparen, dan koop je filet. Alleen zelfs in filet zit nog wel eens een graadje. Goed voelen. En dan uit elkaar trekken. Zodra je nog een tegenkomt, die haal je eruit. Zo.
En je ziet het, makreel is een hele vet vis, is ook heel gezond. Het is gewoon een kwestie van concentreren en rustig werken. Je hebt geen haast. Dat bruine, dat is nog een binnenkant. Dat haal je er om weg. Eventueel, als er nog vleesje aan zit, dan haal je dat weg. En hier zie je ook weer dikke graten zitten. En die kun je er heel makkelijk uithalen. Televisie zie je ook wel eens dat ze werken met een pincet. En dat is vooral bij zalm en zo. Anders kun je ze er echt niet uithalen. Dit is gerookt, dus dit is al gaar. En dan kun je ze er vaak heel makkelijk uitpakken. Het bruine haal je er weer af. Deze kant, daar heeft natuurlijk die graat op gelegen. Dus die heb je eraf getrokken. Maar het blijft altijd oppassen, dus pak gewoon stukje voor stukje. Daarom haal ik dus eerst de huid er ook volledig om weg. En makreel kun je zo eten, op een broodje, is het al heel erg lekker. En wij maken er twee receptjes mee. Nou, en zelfs als je het op deze manier doet, wees dan altijd voorzichtig met het eten, want er kan altijd nog een graatje in zitten, per ongeluk. Dan verdeel je het even over twee kommetjes. Want we gaan twee receptjes maken, zoals ik al zei. En dan eerst even handen wassen, want je hebt nu natuurlijk stinkende vishanden. Stinkend, vieze vishanden. Vis stinkt niet. Dat wordt heel vaak gezegd dat vis stinkt, maar goede vis stinkt niet. Het ruikt sterk.